Aanstaande dinsdag is het zover. De inhuldiging van koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk. In totaal zijn er wel 2000 mensen uitgenodigd in de Nieuwe Kerk. Waaronder veel belangrijke mensen zoals prinsen, burgemeesters, presidenten en kamerleden. Je komt dus niet zomaar naar binnen. Thomas is wel een van de gelukkigen die bij de inhuldiging aanwezig mag zijn. Hier is een uitnodiging die voor de Tweede Kamer. Best mooi. En ik ga mee naar de inhuldiging. Omdat mijn moeder bij de Tweede Kamer, bij de ChristenUnie zit. Dan mocht ze een gast meenemen. En ze heeft mij uitgekozen. En ik vind het best wel spannend. Maar ik heb er ook heel erg zin in. Het wordt een chique bedoeling in de Nieuwe Kerk. Dus wat zijn de do's en don'ts? Nou, het mag officieel natuurlijk niet. Maar ik denk dat ik heel misschien ga ik wel stiekem een fotootje maken als we niet heel goed opletten. Wat echt niet mag, is bruine schoenen of andere kleuren. Het moet echt zwart zijn, lege schoenen, heel netjes. Ja, anders kan je er echt niet komen. Thomas moet er dus ook netjes uitzien. Wat doet hij aan? Nou, je moet natuurlijk best ziek naar de kroning toe, want anders kan je daar niet komen. Dat mag ik je ook even laten zien. Ik heb een zwarte colbert. Die is hier. Met een overhemd. En nog een bruine broek. Ja, je maakt maar 2 keer in je leven of zo een kroning mee. En er zijn maar een paar duizend mensen die in die kerk mogen. Daar ben ik dan één van. Als ik ze zie, ga ik echt denken van... Wow, dit zijn ze nou, de nieuwe koning en koningin. En dan zie ik ze als een van de eerste als koning en koningin. Dat lijkt me wel heel cool als ik ze zie. Willen jullie meer weten over de inhuldiging? Check dan de Basta Hive voor Basta's dagelijkse eigen Oranje Journaal.